vinden in de verre buitenwereld. Daar wordt overigens beleidsmatig aan meegewerkt, doordat men vraagt dat banken ja, eigen volk eerst kredieten verleent. Ja. Maar het moet links of rechts vandaan komen. En dat betekent dus dat banken, als ze meer aan binnenlandse bedrijven en burgers moeten geven, geen geld meer sturen naar emerging markets. Dus er vinden aanpassingen plaats in het bankbedrijf. Mag ik u onderbreken wat u bedoelt met zorgelijk aspect? Dat men zich terugtrekt op de eigen thuismarkt? Nou, als dit, want dat hoor je steeds vaker. In ja, dat is een, vorm, een moderne vorm van protectionisme. Als je tegen een bankaire instelling zegt, dan moet je goed luisteren, je krijgt alleen een kapitaalinjectie. Als jij de kredietverlening aan onze eigen burgers de voorrang geeft, zo'n bank, omdat de bankbalansen moeten inkrimpen, moet dan andere dingen niet doen. Ja, maar dat is toch eigenlijk wat Jan Homme, de nieuwe man van ING, ook zegt. We worden weer eigenlijk een traditionele bank. Ja, maar daar ligt het in zoverre iets anders. Hij kan meer doen in Nederland, niet ten laste van zijn activiteit in het buitenland. Hij kan meer doen omdat door deze operatie, deze reddingsactie, in Amerika kapitaal wordt vrijgespeeld, wat weer gebruikt kan worden voor expansie in Nederland. Maar aan de andere kant, meneer Wenning, is het toch heel duidelijk dat juist door die globalisering en juist dat enorme financiële netwerk dat over de hele aardbol is uitgewaaid, dat daardoor weer in de problemen zijn gekomen, is toch ook logisch om te zeggen van, we willen niet meer die gevolgen hebben, we gaan ons terugtrekken op, ons gebied. Daardoor zijn we deels in de problemen gekomen. Daardoor heeft anderzijds de wereld de sterkste economische groei in de afgelopen 5 jaar meegemaakt in 3-4 decennia. Ik kom net terug uit Zuid-Afrika. Daar is de klacht, buitenlandse banken trekken zich massief terug uit onze economie. Dat betekent dat grote investeringsprojecten stopgezet moeten worden. En dat voelt daar ook pijnlijk aan, moet ik u zeggen. Iedereen die daar zijn werk verliest, daarachter zit 10, 15 man die dan in de problemen komt. Wat zijn de ultieme gevolgen als wij ons terugtrekken? Nou, de ultieme gevolgen zijn dat per saldo de economische ontwikkeling in de wereld minder gunstig zal worden. Heeft u zelf, kunt u zelf maatregelen treffen dat de banken dat niet doen als Nederlandse bank? Kun je dat wil ik eigenlijk in belangrijke mate niet. De banken zijn in de problemen gekomen doordat ze te veel geleend hebben in relatie tot hun kapitaal. Ja. Die relatie moet omlaag, die verhouding. Dan kun je wel zeggen, ja, maar dat is heel vervelend, want er moet meer aan Nederlandse burgers of bedrijven geleend worden. Dan kan het wiskundig alleen maar doordat er minder naar anderen gaat. Wij moeten op dit moment door een aanpassingsproces heen, we noemen dat deftig een deleveragingproces. Als er problemen met de kredietverlening komen, bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf, dan moet je op een andere manier die problemen oplossen. Bijvoorbeeld door garanties op die leningen te geven.